daarvan nou? Hi. Ik ben toch bezig, dus kan ik die toch ook weer even meenemen. Ik heb nog een aantal foundations. Dit is een primer. Fixing setting spray. Ik heb hier nog een gezichtsprimer. Die is perfect. Voor mij. Voor mijn gecombineerde olie huid. Hydro. Een Catrice. Foundation, maar ik denk dat die misschien te licht is. Dat weet ik niet zeker. Moet ik nog even testen. En een Fresh Fit Foundation Vitamine Complete met Vitamine E Niacinamide. Een Essence. Dan heb ik nog een Niacinamide van Catrice. Ik ben bang dat het dit donker is, maar moet ik eens een keer uitproberen. En nog een Niacinamide zelf. Dat kan ik dan een drupje bij in de foundation doen. Dan heb ik ook nog van die drops. Omdat het sneller droogt. Ik wil mijn nagels een keer lakken. Ben ik iedere keer van, dat gebeurt niet. Een eye tying. Deze. Daar heb ik er twee van. En hier drops. Van Kruidvat. Dus ga ik even naar mijn bak. Heb ik nog meer? Ja, ik heb nog meer. Die doorschuif ik. Dan heb ik nog wat, een aantal nagellakjes. Ik had er heel veel, maar dit is wat ik overgehouden heb. Dus die. Deze twee vond ik mooi. Die heb ik toen in Duitsland gekocht. Maar iedere keer wil ik ze op één van de twee opdoen. Hier heb ik nog een mooie rode van Catrice. Ik heb hier ook nog. Express Quick Drops van Catrice of Essence. Catrice. En dan heb ik nog steeds die van Barry M. Die vind ik nog steeds mooi. Ik heb hier nog een mini lakje. En dan heb ik twee van die gel topcoats. Twee stuks. Dus die. En dan heb ik ook nog een normale topcoat. En van Orly Nail Defection. Die. En dan heb ik nog een mooie van Kiko Ongonne. Ja. En dan heb ik nog een Grow Booster. Dat zal ik ook eens een keer op doen. Groeien ze wat sneller. De ene is mat. En deze is, zit er een shimmer in. Deze is donkerder dan deze. Dus die. En dan heb ik nog deze mooie rode. Dat is dus de nagellakjes die ik nu heb. En waar ik ook nog mee doe. Ik moet ze alleen nog eens een keer opdoen. Maar dat komt nog. Dus ja, ik denk nog één bakje doen. En dan houdt het op, geloof ik. Ik heb hier nog een fixing spray over. Ik heb hier nog een nagelringolie. Ik heb hier een waterproof maker drops voor foundation. Die moet ik een keer uitproberen. Ik heb nog een Ebelin spons. Ik heb nog drie van deze. Daar was vrouwtje helemaal lyrisch over. Ik denk, weet je wat? Ik ben toch ook iedere keer een bleekstreet. In de foundation of in de dag- of nachtcreme. Dus ik denk, laat ik het ook eens een keer gaan proberen. Dus ik heb daar vier van gekocht. En ik heb van Nail Trend, wat een aanbieding was, moet ik echt een keer doen. Nail Balsam en Nail Repair. Dus ik zou zeggen, ja. Dat is een beetje wat ik nu nog een beetje op voorraad heb. Ik had een hele bubs. Ik ben toen op een gegeven moment zo aan het opruimen gegaan. Dat ik bijna alles weggedaan heb. Dus dat. Ja.
Verder heb ik niks op voorraad. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. En dinsdag en donderdag zijn er weer nieuwe filmpjes. Bye bye!